Dames en heren, we vervolgen vandaag onze serie over een bovenpolitieke visie op het politieke wereldklimaat. Twee weken geleden hebben we een aantal theosofische basisbeginselen besproken die essentieel zijn in verband met wijs leiderschap en maatschappelijke verbetering. Ik noem ze nog even. Universele eenheid en verbondenheid. Menselijke solidariteit met betrekking tot groeimogelijkheden van elk mens. En de wetten van reïncarnatie en karma. Dit zijn de beginselen die de mensheid moet samenbinden tot één familie, één universele broederschap. En waarbij ieder voor allen leeft en allen voor ieder. En verder hebben we geconcludeerd dat het leven gebaseerd is op een geestelijk-hierarchische structuur. Uit die basisbeginselen hebben we een aantal kenmerken afgeleid waaraan we idealiter wijze leiders kunnen herkennen. Ook hebben we geconcludeerd dat stemmen zin heeft om daadwerkelijk zo veel mogelijk wijze leiders te krijgen. En dat je je stemrecht in feite kunt zien als een stemplicht, omdat je daarmee jouw visie een stem kunt laten hebben. Vorige week hebben we onderzocht hoe wijsheid in een democratie nu kan regeren. Is dat een utopie of is dat wel degelijk mogelijk? We stonden uitgebreid stil bij de ideeën over de verschillende staatsvormen zoals Plato die 2400 jaar geleden al beschreef in zijn dialoog. De inzichten daarin over rechtvaardigheid en over staatsvormen zijn nog steeds heel actueel. Plato adviseerde met name de aristocratische bestuursvorm om wijsheid en rechtvaardigheid in de staat te verankeren. Na verdere analyse hebben we toen geconcludeerd dat er geen essentieel verschil is tussen de hiërarchische bestuursvorm, zoals een aristocratie, en een democratische bestuursvorm, anders dan wellicht in de structuur vorm. Daarom concludeerden we dat een combinatie van aristocratie en democratie een goed mogelijke bestuursvorm is om wijsheid en rechtvaardigheid tot zijn recht te laten komen. Vandaag gaan we ons richten op onszelf als kiezer. Als je je verantwoordelijkheid in een democratie wilt nemen als burger en kiezer, waar in jezelf vindt dan het eigenlijke kiezen plaats? Om die vraag te beantwoorden, dien je bij jezelf te raden te gaan. Wat voor beeld heb je over wat een mens is? Wat heeft in onszelf de leiding op cruciale keuzemomenten? Wat is dan de innerlijke leider? Welke innerlijke processen spelen een rol om met die innerlijke leider in onszelf in contact te komen of in contact te staan? En hoe kom je vervolgens tot de juiste keuzes te midden van de talloze uiteenlopende, komende en gaande meningen in de wereld om je heen? Als je dat helder hebt, zul je goed in staat zijn om vanuit een duurzame lange termijn visie wijze keuzes te maken in het belang van de huidige en komende zeven generaties. De lezing van vanavond is. Verdeeld in de volgende drie blokken. Deel 1, de innerlijke leider in jezelf. Deel 2, waar in jezelf vindt het eigenlijke kiezen plaats? En deel 3, hoe leidt jouw keuze tot wijze leiders in de wereld? We gaan naar het eerste blok, de innerlijke leider in jezelf. We starten met de vraag, waar is de innerlijke leider in jezelf? In de vorige lezing stonden we stil bij de dialogen van Plato, waarin de vraag centraal stond: wat is rechtvaardigheid? En in de dialoog De Staat stelde Socrates voor om die vraag niet te beperken tot het denken van één persoon, maar eerst te kijken naar wat rechtvaardigheid in de regering van een staat inhoudt. Dus alles als het ware uitvergroot. En vorige week hebben we dat verkend. En het achterliggende doel van Plato was daarbij. Om de mens te stimuleren om zelfkennis op te bouwen. In de dialoog Staatsman schetste Plato de ideale staat met daarin drie groepen: de wijzen, de wachters en de werkers. Als we dit grote beeld weer gaan betrekken op de individuele mens, dan is het dus de vraag. Welke potenties van ons denkbewustzijn we min of meer al hebben ontwikkeld in ons, zoals die van de wijze, de wachter en de werker in ons. Aangezien elk mens, volgens de theosofie, grenzenlogere mogelijkheden in zich heeft, focussen we ons vandaag vooral op de potenties die elk mens in zich heeft om een wijze en om een leider te worden. Want leiderschap is niet voorbehouden aan presidenten, burgemeesters of leraren. In de verschillende rollen die wij allemaal te vervullen hebben in het leven, is leiderschap iets dat ons allemaal aangaat. Dus voor ons allemaal ligt er de uitdaging om een inspirerend leider te zijn voor onze medemensen. Als wij de ware leiders in de wereld willen kunnen herkennen en kunnen kiezen, en ook een waardeleider willen zijn voor anderen, of aansluiting willen bij leiders in de wereld, dan dienen we dus eerst de leider in onszelf te ontdekken. Om te begrijpen waar in jezelf de leider te vinden is, doen we een nader onderzoek naar de vraag: wat is een mens? Om onszelf te leren kennen, gebruiken we als hulpmiddel. De schematische indeling van de mens, zoals die in vele religies en filosofieën, is terug te vinden. In het christendom bijvoorbeeld wordt de mens wel ingedeeld in geest, ziel en lichaam. En vanuit de theosofie gebruiken we liever de termen het onvergankelijk deel, het lerendeel en het vergankelijk deel. Het grenzeloze leven, de diepste essentie van elk levend wezen. Wordt weergegeven door de horizontale lijn boven de drie cirkels. Vandaaruit vloeit een verticale lijn voort naar beneden, die symbool staat voor de straal van bewustzijn, die vanuit het hart van het universum door alle kosmische gebieden heen stroomt. De drie cirkels vormen samen de mens en geven schematisch ook het bewustzijnsbereik van de mens weer. De bovenste cirkel is ons onvergankelijk deel, ook wel de monade genoemd, dat voortvloeit uit het grenzeloze leven. Het is het universele deel in ons, dat wat ieder van ons in essentie is, en dat de eenheid en verbondenheid van al het leven beseft. Als wij hier ik tegen zeggen, ons hiermee vereenzelvigen, dan vloeit de inspiratie vanuit het hart van het universum ongehinderd in ons eigen hart. Dit vertegenwoordigt de ware innerlijke leider in ons en vormt de basis om een waar leider voor anderen te kunnen zijn. De onderste cirkel is het vergankelijk deel, is het voertuigelijk deel of wel het stoffelijk lichaam. Dan tot slot de middelste cirkel. Dat is het deel waar het lerende deel leeft binnen de sfeer van het onvergankelijk deel. In dat lerende deel bepaalt de sfeer voor het vergankelijk deel dat zijn lichaam vormt. Het karakter van het lerende deel is heel divers en kan erg fluctueren. Het kan zich richten op het onvergankelijke, universele principe van de natuur die boven zijn persoonlijkheid uitstijgen, hij beseft dan de eenheid van het leven, maar het kan zich ook op zichzelf en op het tijdelijke en vergankelijke richten. Het leeft dan in de illusie van de afgescheidenheid en raakt verstrikt in de dolhof van de uiterlijke wereld. In dit schema zien we dus dat ieder deel van ons een invloedssfeer is waarbinnen het daaronder gelegen lagere deel zich ontwikkelt. De karakteristieke sfeer van het onvergankelijke deel is het ervaren van eenheid en verbondenheid. De invloed die er vanuit gaat is die van inspiratie. Binnen die sfeer van eenheid en verbondenheid ontwikkelen wij ons als lerend deel. Het lerende deel is op zijn beurt weer een invloedsfeer waarbinnen het vergankelijk deel zich ontwikkelt. Als we rustig zijn, is het lichaam ook ontspannen. Als we nerveus zijn, leidt dat tot een heel andere lichamelijke reactie. Het lerende deel wordt gekenmerkt door ons denken. Met ons denken bepalen we dus of we ons identificeren met de sfeer boven ons. Met de stroom van inspiratie en of we die stroom doorsluizen naar de hiërarchieën van leven onder ons. Dit type denken wordt het bovenpersoonlijk of hogere denken genoemd. Of we kunnen ons identificeren met de sfeer onder ons, de sfeer van het voertuigelijk deel. Dit type denken wordt ook wel het persoonlijke of lagere denken genoemd. Ook al is het zo. Dat een verzorging van het lichaam natuurlijk gewoon nodig is. Nu we weten hoe wij als mens zijn opgebouwd en hoe de stroom van bewustzijn, de inspiratie vanuit onze hogere natuur, door ons heen stroomt, kunnen wij stilstaan bij de verschillende manieren waarop we aansluiting kunnen vinden bij die stroom van bewustzijn. Want die stroom is er altijd en het is aan ons als lerendeel. Of wij daar ons op afstemmen en dit verder doorgeven. In wat voor omstandigheden we ook zijn in een geordend of chaotisch bestuurd land, het gaat erom om die innerlijke hogere natuur niet los te laten. Welke stappen kunnen we allemaal ondernemen om in contact te komen en te zijn met de innerlijke leider in onszelf? Een eerste manier om ons af te stemmen op ons onvergankelijke deel is om voor onszelf een ideaalbeeld te vormen van hoe het leven eruit zou zien als we zouden leven volgens de universele wetmatigheden en de kenmerken van wijs leiderschap, die in de eerste lezing al zijn genoemd. Het gaat dus om het opbouwen van een beeld van hoe universele broederschap. En in de praktijk uit zou zien. Zoals gezegd, is het belangrijkste vermogen van het lerende deel het denken. Ons denken kent zeven aspecten of gerichtheden. De vier lagere aspecten zijn een gerichtheid op het lichamelijke, op het emotionele, op de vitaliteit, dus druk bezig zijn, of op de begeerte. Deze aspecten kunnen we vooral beschouwen als verbandhoudend met de komende en gaande meningen in ons denken en in de maatschappij om ons heen. Bij het opbouwen van dit ideaalbeeld doen we een beroep op ons hogere denken dat drie aspecten kent. Het intellectueel gericht denken, logisch gericht denken, een check of iets logisch is het inzichtgericht denken, samenhang en verbanden zien, een check op de universaliteit van dingen en de op eenheid gericht denken, een check op de ethische aspecten van iets. Dit ideaalbeeld kunnen we levend houden en leidend laten zijn voor ons dagelijks leven. Het is hierbij belangrijk om ons bewust te zijn. Dat we ons ideaalbeeld niet tot iets statisch maken, maar beseffen dat het altijd aan groei onderhevig is. Om dit ideaalbeeld steeds verder op en uit te bouwen, kunnen we gebruik maken van onze verbeeldingskracht. We kunnen ons bij alles wat wij denken en doen afvragen of dit wijs is in het licht van de eenheid en de verbondenheid van al het leven. En voor de ontwikkeling die al het leven doormaakt, doen we misschien sommige wezens tekort in hun ontwikkeling. We doen dan een beroep op de innerlijke leider in ons. Door het beantwoorden van onze eigen vragen versterken we onze wijsheid en ons innerlijk leiderschap. Ook hierbij is het belangrijk dat we beseffen dat onze antwoorden geen vaststaande. Definitieve antwoorden zijn, maar dat ze een beperkte interpretatie zijn van ons lerende deel, die voortdurend kan groeien naarmate we wijzer worden en meer inzicht krijgen in het leven. Als hulpmiddel vragen sommige mensen zich bijvoorbeeld af: wat een wijze zoals Plato of de Boeddha zou doen in een bepaalde situatie. Ik wil nu graag weer een praktisch voorbeeld geven van het realiseren van zo'n ideaalbeeld zoals het ideaalbeeld van saamhor saamhorigheid in de woonwijk van bijvoorbeeld een grote stad. Het gaat over het voorbeeld van een buurtcorporatie in Amsterdam genaamd De Eester in het Oostelijk Havengebied. Doordat afgelopen decennia alles commerciëler moest worden, zagen veel woningbouwcorporaties het niet langer als hun taak om buurthuizen in stand te houden. In veel gevallen heeft zo'n buurthuis echter altijd veel bijgedragen aan de sociale samenhang in wijken, vooral van grote steden. In diverse gevallen nemen de bewoners zelf het initiatief om het ideaal van saamhorigheid niet alleen in gedachten te koesteren, maar dat ook praktisch in te vullen. Zo is er dus in Amsterdam in het Oostelijk Havengebied door een grote groep bewoners een buurtcorporatie opgericht. Die het buurthuis De Eester gezamenlijk heeft gekocht en dit weer tot het kloppende hart van de buurt heeft gemaakt. Doel is om de buurt veilig, sociaal en duurzaam te maken. En dat gebeurt door middel van activiteiten zoals repaircafés tweedehands spullen uitwisselen en hergebruiken, allerlei soorten cursussen, burenhulp, zoals het bieden van ondersteuning aan een eenzame ouderen, een energietransitiegroep en nog heel veel andere functies en activiteiten die er zijn. Kortom, de buurtbewoners hebben zelf het initiatief genomen, doorgepakt en verantwoordelijkheid genomen en gezamenlijk het ideaal van saamhorigheid gestalte te geven. Een mooi voorbeeld van het opbouwen van een ideaalbeeld en het ook realiseren. Hier wil ik nu het onderwerp even gaan onderbreken. Om straks het onderwerp weer te vervolgen. En u uh, nu de gelegenheid uh, te geven uw vragen te stellen. En dan komen we over drie minuten graag weer bij u terug. Dus tot zometeen. Welkom terug. Lalibel, Zijn er nog vragen binnengekomen? Ja, we hebben eentje via de chat binnengekregen. En ook iemand die uh, vraagt over de cursus. Misschien heel even gelijk daarover. Ik denk dat je dan het best contact op kan nemen met, uh, met de stichting via het contactformulier uh, op de website. Ik heb ja. het even in de chat gezet. Dus dan ja, zeker, ja. Is er gelijk bij. En de vraag: uh, waar komt die stroom van inspiratie vandaan? Ja. Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik heb gezegd dat eigenlijk die drie delen van uh, de mens, dus dat onvergankelijk deel, het uh, lerendeel deel en het onvergankelijk deel, dat die eigenlijk allemaal als je van onder naar boven kijkt in, uh, in elkaars sfeer eigenlijk hun bestaan hebben. Dus ik heb in dat schema gezegd dat er een hooi van het halen streep staat en... Dat onvergankelijk deel van ons leeft eigenlijk weer in de sfeer van nog hogere uh, wezens, zou je kunnen zeggen. En die horizontale streep is eigenlijk wat we in die eerste lezing het grenzeloze hebben genoemd. En dat is eigenlijk iets wat, wat zich heel ver, uh, als het ware, van ons afstaat. Aan de ene kant, aan de andere kant is het zo dat wij in het diepste. De diepste kern van onszelf, dat grenzeloze leven zijn. Maar we leven tegelijkertijd in de sfeer die gecreëerd is door wezens die in bewustzijn hoger ontwikkeld zijn dan wij. We leven bijvoorbeeld in, binnen de sfeer van het, uh, het geestelijk wezen, wat de bewustzijnskant vormt van de planeet Aarde, om maar eens een voorbeeld te noemen. En die planeet Aarde, of de het, het, zeg maar het, het wezen wat eigenlijk zichzelf belichaamd heeft door middel van de planeet aarde leeft weer binnen de sfeer van het zonnestelsel en ontvangt zelf dan weer de inspiratie van het zonnewezen die in bewustzijnsontwikkeling weer verder ontwikkeld is dan dat bewustzijn wat achter ons of door onze planeet aarde werkt en de zon maakt weer deel uit van een een, uh, een raja-zonnestelsel met daarboven aan het hoofd weer een nog groter wezen en zo gaat de hiërarchie, de geestelijke hiërarchie van bewustzijn, tot in het oneindige door naar steeds hogere wezens binnen welke uh, elke sfeer eigenlijk weer genesteld is zou je kunnen zeggen. Dus het zijn sferen binnen sferen binnen sferen en dat wat ik nu beschrijf op basis van de vraag van hoe komt uh, de stroom van inspiratie bij ons? Dat is dus uit de, de diepten van de kosmos. Wat zeg ik? Uit de, de diepte van de wezens die de kosmos eigenlijk als geestelijk achtergrond vormen. Maar wij zijn zelf eigenlijk ook ten opzichte van bijvoorbeeld de wezens die onze samengestelde natuur vormen. Zoals bijvoorbeeld ons stoffelijk lichaam. Daarvan weten we dat die bestaat ook uit oneindig veel kleinere wezens, minder veel ontwikkeld dan wij als mens. En voor die wezens zijn wij weer de enorme zonnewezens binnen wiens sfeer zij hun bestaan hebben. Dus als we naar boven kijken, dan zien we dus inspiratie die komt uit uh, hoger ontwikkelde wezens dan wij. En wij geven die inspiratie weer door naar lager ontwikkelde wezens dan wij, en die lager ontwikkelde wezens leven weer binnen ons veld wat wij creëren als het ware. Ik hoop dat dit het beeld een beetje geeft, en dat is eigenlijk het totaalbeeld van de geestelijk hiërarchische structuur waarop de hele kosmos is uh, gebaseerd. We hebben ook nog een vraag binnen gekregen via de mail. Ja. Um... Het gaat dus om het opbouwen van een beeld hoe universele broederschap er in de praktijk uit zou zien. Ja. Maar is dat niet altijd een beperkt en soms zelfs mogelijk een zeer persoonlijk beeld? Zeker. Het is zo dat wij allemaal uh, bezig kunnen gaan met het opbouwen van dat ideaalbeeld. wat ge gebaseerd is op die theosofische basisbeginselen van eenheid en verbondenheid. om je daar uh, goed bewust van te zijn. En die eenheid, dat is dus een spirituele eenheid. Dat wil zeggen dat de, diepst, de diepste kern van alle wezens die er zijn, dat die dus dat grenzeloze leven is. En dat we daarom als het ware met z'n allen één leven vormen. Maar dat we ook door die hiërarchische structuur een enorme sterke verbondenheid met elkaar hebben. De tweede gedachte, die solidariteit. En dat is vooral als we het hebben over de mensenwereld. Ook kunnen we natuurlijk wel denken aan het goed omgaan met de natuur, dus met de dieren- en de plantenwereld. Maar solidariteit is een term die we vooral gebruiken als we het hebben over solidair zijn met mensen. En daarbij ook nog uitgaan van reïncarnatie en karma. Dus dat wij elke keer opnieuw levens met elkaar leven. Dus dat we heel vaak met elkaar op moeten trekken. En wij kunnen allemaal zelf dat ideaalbeeld opbouwen op elk moment. Op elk punt waar we in onze ontwikkeling een besef van die totaliteit staan. En ja, het, is, het kan heel, heel persoonlijk zijn. Het kan ook heel persoonlijk beginnen. En het kan er al, uh, Je kan eerst uh, bij wijze van spreken eerst denken van nou ja, ik leef alleen voor mezelf. En dan tot de ontdekking komen dat dat eigenlijk niet gaat, zoals ik in de lezing, uh, de eerste lezing heb gezegd. Van uh, de Afrikaanse filosofie van Ubuntu, ik ben omdat wij zijn, dus dat je het besef krijgt, ja, je kan eigenlijk helemaal niet goed op jezelf leven. Je hebt andere mensen nodig. Uh, en dat je steeds meer je grens gaat verleggen en denkt van nou, ik probeer in goede harmonie met mijn buren te leven, met mijn familie. En je gaat de kring als het ware steeds groter maken van dat ideaalbeeld. Met welke mensen je allemaal nadrukkelijk solidair zou willen zijn. En waarmee je je verbonden voelt. Totdat je dat steeds verder gaat oprekken. En steeds meer, als het ware, dat ideaalbeeld op van niveau en omvang eigenlijk laat. Groeien in kwaliteit en in omvang. En dat is dus, dat kan soms wel persoonlijke trekken hebben, maar dat is iets wat wij in onszelf gewoon ter hand kunnen nemen en denken: van als ik nou echt een aantal criteria bedenk, denk weer aan die theosofische basisbeginselen, klopt het dan wat ik doe? En zo kun je zelf sleutelen en werken aan het verbeteren van je ideaalbeeld en zo toch van een vrij persoonlijk gekleurd beeld naar een steeds meer een bovenpersoonlijk beeld komen van hoe uh, die universele broederschap eruit zou moeten zien en dat voorbeeld wat ik net heb laten zien van die Amsterdammers die met elkaar een uh, buurthuis hebben opgekocht echt met honderden mensen zodat het echt te doen was en daar ook een enorme impuls aan hebben gegeven om ondanks de grote stad waar ze wonen om daar toch uh, saamhorigheid Zorg voor elkaar uh, te hebben en elkaar te kennen bij naam. Uh, en op die manier gewoon uh, veel meer een gemeenschap met elkaar te vormen. En ze hebben het dus niet bedacht alleen, maar ze hebben het ook gedaan. En daar gaat het natuurlijk om. Ideeën zijn goed, ideeën regeren de wereld, maar het gaat er ook om dat je het doet. Dus dat even als uh, reactie op deze vraag. We hebben nog een opmerking gekregen toen ja. jij de uitleg gaf over waar die stroom van inspiratie vandaan komt. Toen gebruikte je de woorden hogere sferen. Maar ja. deze persoon die vroeg zich af: is dat de goede manier van uitdrukken? Of zou je beter kunnen zeggen uitgebreidere sferen? Ja, ik denk dat het eigenlijk een goede toevoeging is. Want het zijn, het zijn inderdaad, het zijn niet hogere, dus kwalitatief hogere sferen. Maar het zijn ook grotere sferen. in... In, in omvang ook. Want naarmate, en dat heb ik ook gezegd bij dat schema, dat die drie bollen die ik tekende, dat dat ook symbolisch, omdat die hogere bollen zijn, is voor, van onder naar boven worden ze steeds groter. En dat probeert uh, uit te drukken of te symboliseren, dat naarmate je universeler wordt in je bewustzijn, dus meer eigenlijk omvattend laat zijn, dat de sfeer. Uh, ook groter wordt in, in rijkwijde. Daadwerkelijk. Als je eerst in dat voorbeeld wat ik net gaf op die vorige vraag, het, uh, je buren uh, uh, bij je sfeer gaat betrekken. en steeds meer mensen op je hele buurt, dan kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment, als je eenmaal de hele aarde en alle mensen en, en de natuur tot je uh, bewustzijnsfeer rekent, dat het mogelijk is dat je die sfeer nog verder vergroot, naar. Uh, planetair leven, op andere planeten in het zonnestelsel en nog steeds verder. Dus het heeft ook te maken met een inderdaad uitbreiding van die sferen, steeds verder en steeds groter. Klopt. Dankt voor de toelichting. Op zich uh, waren dat de vragen. Ik heb ja. alleen nog één uh, opmerking. Ik kreeg doordat ik uh, uh, de, wat ik in de chat had gezet, dat dat is verdwenen. Waarschijnlijk omdat ik een link erin had gezet. Maar voor de persoon, voor de cursus, ik denk dat het handig is om even contact op te nemen met, ja. Uh, ja. met ons via ja. Ja. Daar Ja, je een ja. contactformulier en dan, uh, dan komt ja. het allemaal goed. Ja. Ik weet dat er al een aantal cursussen lopen. Maar er is ook waarschijnlijk al een idee. wanneer er weer een volgende reeks uh, begint. En het secretariaat uh, van Stichting ISIS kan daar heel snel antwoord op geven, denk ik. Dus, uh... Yes. Oké, okay. okay. nou, dan gaan we weer verder met het tweede deel van de lezing. En in feite uh, heb ik het onderwerp waarmee we bezig waren.